Zulte Waregem bereidt zich in een positieve golf voor op de laatste rechte lijn van de Belgische competitie. SCV-TV had een goede babbel in Marbella met David Gevaert. Voor de 42-jarige assistenttrainer is het duidelijk waar de prioriteiten moeten liggen. Ik denk dat het allerbelangrijkste Zulte Waregem is. En de rol van een assistent of van een beloftentrainer of van een assistentcoach, ik denk dat dat van ondergeschikt belang is. Ik denk dat we één gemeenschappelijk doel hebben. Hè. En het gemeenschappelijk doel moet voor iedereen duidelijk zijn. Dat is de redding in eerste nationale. En dan gaan we daar alles voor over hebben. Alles aan doen om deze doelstelling te bewerkstelligen. En op welke manier dan ook dat iedereen zijn steentje kan bijdragen, is van ondergeschikt belang aan de doelstelling. Nu zitten we in de oase van rust in Marbella. Waar ligt de nadruk op hier op stage? Ik denk dat het een godsgeschenk is in deze omstandigheden om te kunnen de trainer laten inzicht krijgen in zijn spelerskern. En dat deze stage de meest uitgelezen moment is om voor onze nieuwe hoofdtrainer om kennis te maken met zijn groep en vice versa. Ik denk dat ook voor de spelersgroep een belangrijke stap is in de ontwikkeling van de club de tweede periode. Dus op dat moment is het ideale aangelegenheid om met de nieuwe trainer van start te gaan. Nu, ik denk dat de trainer zijn accenten gaat leggen en proberen een beetje in vorm te gieten. En dat het belangrijk is voor de spelersgroep dat ze de ideeën omtrent het tactische en het technische en fysische en de mentale componenten, dat ze die op deze stage onder de knie krijgen met de werking van een nieuwe trainer. Welke inzichten heb jij al gekregen in de spelersgroep? Nu, ik zit er iets een maand bij deze groep. Dus mijn mening omtrent de groep is eigenlijk in die loop van de 3 dagen niet veranderd. Maar het is natuurlijk wel zo dat je de spelers van 's morgens tot 's avonds laat onder je hoed hebt en in je zicht hebt. Vandaar dat je dus ook de jongens op een andere manier leert kennen dan voorheen het geval was. Wat ook opvalt is dat Frankie jullie als assistenten ook wel jullie ding laten doen. Ik denk dat Frankie Durie ook weet met welke mensen hij werkt. We hebben met deze staf eigenlijk 2 jaar terug samengewerkt. Dus ik denk dat Frankie ook weet welk vlees hij in de kuip heeft op dit vlak. Dus die doelstelling is, zeg je, redding. Maar we hebben hier wel een zeer gretige ploeg aangetroffen, Zulte Waregem. Het verwonderde ook de trainer om de groep zo gretig en enthousiast bezig te zien. Dus ik denk in eerste instantie zal het een zaak zijn om deze groep af te remmen dan van aan te moedigen. Dus dat is een positief gegeven. En ik denk dat iedereen en Frankie Durie op kop daar zeer enthousiast over is. Dat zijn heel mooie woorden om je af te sluiten. David Gevaert, succes. Dank u wel. Kom eens, baby, bim! Le plus important, c'est le collectif.